Hoi hoi allemaal! Vandaag gaan de Teletubbies op uitstap. En als je op uitstap gaat, dan moet je ook wel wat spullen meenemen. Hallo! Woehoe! Oh, het lijkt alsof ik de eerste ben. Dat is wel leuk. Hey, Tinky Winky, je bent er al. Tralala, wat moet ik allemaal meenemen? Dit mag ik zeker niet vergeten. Oh, hey, Tipsy, Tinky Winky, jullie zijn er al. Leuk. Oh, ik ben wel een beetje zenuwachtig hoor. Waar blijft Bo? En onze spullen? En wat moet allemaal mee? Rustig maar. Hallo, we gaan opstap. Oh, ik kijk er keihard naar uit. Zeg, hey, maar Dipsy, wat als het regent? Je hebt jouw hoed niet bij en je kan helemaal geen regen verdragen. De hoed moet zeker mee. Zullen we die alvast in de auto zetten? Ja. Ik wil mijn autopet. Oké, dan gaan we de autopet zeker mee inladen. Hier is je autopet. En waar is jouw handtas met al ons geld in, Tinky Winky? Oh, juist. Die moet ook zeker mee. De handtas gaat ook mee in de bus. Ja, en wacht eens even. Als we moe zijn, waar gaan we dan slapen? Oh, juist. Onze beddes. Onze bedden moeten zeker mee. Oké. Zo, de bedjes gaan mee. 1. 2. Nog een bedje. En het laatste bedje. Oh, maar het is helemaal niet zo warm. En als we dan slapen, ja, dan wil ik wel een dekentje. Oké. Dekentjes moeten ook mee. Hier zijn alle dekentjes. Oh nee, en wat als we honger krijgen? En ik lust zo graag pudding. Ja. Ja, niks aan te doen, hè. Dan moet onze puddingtoast ook mee. Mee in de bus. Oké, ik denk wel dat we het belangrijkste hebben nu. Nee, misschien wel een tafel voor op te eten. Een tafel op te eten. Ja, zeg. En als je nou toch bezig bent, dan kan je misschien ook ineens de puddingpotjes meenemen. Want wat als we pudding maken, maar geen potjes hebben om het in te doen? Zo. Oké, ik denk dat we nu wel alles hebben. Oh, onze bus is vol. Raken wij er nog wel bij? Het zal wel moeten. Hier gaat Po. Hier komt Lala. En Dipsy. En Tinky Winky. Hey, maar wie gaat er nu rijden? Wacht op mij. Jullie gaan toch zeker niet alleen rijden? Ik zal wel gaan. Kom, doe de deur maar even open. Oh, wat is dat allemaal? Oké, deur toe. Kunnen we vertrekken nu? Ja, ik denk het wel. Dan zijn we weg. En ze zijn vertrokken.
Hoi allemaal! Vandaag gaan Peppa en George samen naar de speeltuin. Daar zien ze al hun leuke vriendjes. Oh, wat fijn! Ik ga eerst! Nee, ik ga eerst! Kom, zullen we samen gaan? Jongens, wel voorzichtig blijven hoor. Ja! Oké, hier gaan we aan! Doen we dit nog een keer? Ja! Hey, wacht even. Ik wil ook gaan. Zo. Oeh, ik ga op mijn buik. Hier ga ik dan. Wee. Oh, wat vinden ze dit leuk. Opgepast. Dit is wel een heel spannende glijbaan. Oké, ik ben een beetje bang, maar het zal wel lukken. Hier ga ik. Wee! Oh, ik wil nog eens. Deze wil ik ook doen. Ja, en ik wil op mijn buik. Dan is het nog spannender. Hier ga ik dan. Yay! Hey, heb je mij gezien? Ik heb een super coole stip. Oh, dit is zo leuk. Kijk hoe snel ik kan. Oei, auw. Oh, dat doet pijn. Haha, ik kan het veel beter als jou. En ik heb niet eens een stip. Ik heb een skateboard. Ja, laat dan maar eens zien wat je kan. Oeh, het is wel een beetje onstabiel. Maar hier ga ik dan. Wee! Ah! Auw! Oh, zeg! Zullen we ruilen? Jij eens eventjes op het skateboard en ik op de step? Oké, is goed. Ze hadden zoveel plezier vandaag. Hé, maar waar is Peppa? Ik heb Peppa nog niet gezien. Peppa! Ik ben hier, op de spannende blauwe glijbaan. Oh, die wil ik je wel eens zien doen. Oh, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dat hoeft niet, schat. Ik sta hier om jou op te vangen. Oké, mama, echt? Ja hoor, kom er maar aan. Oké, kom eraan. Ah. Oeh. Die was helemaal niet eng. Oh, zeg, waar was ik nu toch bang voor? Opgepast, nu kom ik en ik kom op mijn rug. Wee. Pas op, Peppa, ik ben er. Dit is zo leuk. Oh, ik wil nog een keer. Het was een superleuke dag vandaag. Maar Papa Pig wou dit ook allemaal wel eens ondergaan. Dit is zo leuk. Ja, ik denk dat ik me ook eens waag aan de glijbaan. Die groene. Of zou ik toch voor de paarse gaan? Even denken. Ik ga voor alle twee. Oké, ik ga beginnen op de groene. Oei, oh, mijn dikke buik raakt hier niet door. Oei, dat deed wel een beetje pijn. Dan maar eens op de paarse proberen. Oké. Zo, au. Oh nee, ik kan hier niet op. Mijn buikje is te dik. Dit zal ik maar niet vertellen. Hopelijk heeft niemand dit gezien. Hey. Zo, zullen we dan maar eens naar huis gaan? Ja, ik denk dat het beste is. Oké, tot de volgende keer. Dag!
Dag! Hey allemaal! Vandaag gaan Peppa en George snoep maken. Met een echte snoepmachine. Woehoe! Oh, dit is een van mijn beste dagen ooit. Ja, ja, bij mij ook hoor. Zeg, maar Peppa, wat ik me eigenlijk afvraag. Wat is jouw lievelingskleur? Oh, weet je dat niet? Mijn lievelingskleur is groen. Oh, echt? Mijne geel. Hé, maar kijk eens. Ik zie hier een groen potje. Woehoe, dan komen daar groene snoepjes in. Ik wil groene snoepjes. Hier zijn ze al. Lekker. Ja, maar zeg, dat is niet eerlijk. Waar blijven mijn gele snoepjes dan? Ik wil ook wel snoepen, hoor. Ha. Misschien mag je er een paar van mij... Nee, sorry, toch liever niet. Niet getreurd, hoor eens. Oh, ik hoor iets. Hier zijn jouw gele snoepjes. Wow, dat ziet er overheerlijk uit. Oh, maar wacht eens even. Zeg... Peppa, we mogen nog niet te veel snoepen. We moeten eerst een beetje werken. Kom, ik stel voor dat we eerst aan de slag gaan met de snoepjesmachine. Oké, goed idee. Kom aan, George. Maar wat ze niet wisten, is dat er nog iemand was. Iemand veel minder lief. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ik ben het snoepmonster. En ik hou van heel veel snoep. Oh, wat is dit hier? Gooi maar in mijn mond. Ik heet ze allemaal op. Het was heerlijk. Helemaal opgegeten. Hé, maar wacht eens. Ik zie daar nog snoep staan. Groene, maar die lust ik ook heel graag. Overheerlijk. Ik ga rap terug weg voor ze mij ontdekken. Alles is leeg. Oei, 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 oei. Wat zullen Peppa en George daarvan vinden? Huh? Oh nee, Peppa heeft al mijn snoep opgegeten. Oh, zeg, de mijnen zijn ook opgegeten. George, heb jij dat gedaan? Maar nee. En jij? Heb jij mijn snoepjes opgegeten misschien? Maar nee, ook niet. Oh, nee. Maar kom, laat ons gauw nieuw snoep maken. Yay, dat doen we. Oké, nu gaan we aan de slag. Ik wil snoep maken met heel veel kleur. Oh, ja, goed idee. Oké, wacht. Groen was jouw lievelingskleur? Zo, dan kunnen we zeker al groen nemen. En geel, die van jou. Zo, dan nemen we ook geel. Oranje is ook nog mooi. Zo, dan nemen we nog oranje. En roze. Oh, maar dat gaat lekker worden. Zo. Dit zijn onze kleurtjes. En daar gaan we overheerlijk snoep van maken.
ziet er heerlijk uit. Oké, we gaan starten. Oké, onze snoep gaat hier in. En dan gaan we beginnen draaien. Oh, spannend. Zou er iets gebeuren? Ja. En we draaien en we draaien. Kijk, ze komen eraan. Oh, en ze blijven komen. Het zijn er superveel. Oh, die zien er lekker uit. Zou er nog komen? Ja hoor. Ze blijven maar komen. Wow, superveel. Ja. Dit is zoveel. Kom, we zullen ze gauw in een potje doen. Goed idee. Overheerlijk gekleurde snoepjes. Zullen we die dan delen? Ja, natuurlijk gaan we die delen. Zo, vergeet ze niet allemaal te nemen. Nee hoor. Zo. Oh, dat is zo lekker. Echt, echt. Oh, ja, ik wil er ook wel eentje, maar... Ah, ik moet zo dringend plassen. Oh, ga je mee, George, want ik durf echt niet alleen. Oké dan. En dan kunnen we smullen. Oké dan. Maar toen gebeurde er weer iets spannend. Want het snoepjesmonster kwam weer langs. Hahaha, wat hebben ze dit goed gemaakt. En het zijn dan ook nog eens mijn lievelingssnoepjes. De gekleurde. Heerlijk, gewoon heerlijk. Oh, allemaal in mijn mond. Ja. Dat heeft weer al gesmaakt. En nu weer rap weg voor ze me zien. Hé, hey. Wie ben jij? Oh nee, betrapt. Zeg, hé. Hey. Waar zijn onze snoepjes naartoe? Tja, ik kan er niet echt een antwoord op geven. Oh nee, heb jij ze opgegeten of zo? Ja, eigenlijk wel. Sorry. Maar ik lust dat zo graag. Oh nee, hè? Oh. Ik wil nog snoep. Ik heb wel een lekkers. Pittig snoepje voor jou. Oh, echt? Ik denk het wel. Wacht, ik ga het even halen. Oh jee, snoep, 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 snoep. Zo, dat zal hem leren. Oh, rode snoepjes? Maar die lust ik graag, geef ze maar. Je mag ze allemaal hebben. Maar wacht eens even. Dit zijn geen snoepjes. Dit zijn heel, heel, heel pikante snoepjes. Ah, mijn mond staat in brand. Help. Oh. Zo, probleem opgelost. Oh, dat heb je zo goed gedaan. Zullen wij dan maar helemaal opnieuw beginnen? Ja, goed idee. En deze keer blijven ze eraf en zijn ze echt voor ons. Oef. Uiteindelijk hadden Peppa en George nog een geweldige lekkere snoepdag. Tot de volgende keer. Daag!